Oké, we gaan het hebben over de houding. Als je zit, moet je altijd zorgen dat je met je voeten goed op de grond staat. Dus voeten stevig op de grond, hoek van 90 graden enkels, hoek van 90 graden in de knieën. Dan gaan we kijken naar hoe is je onderrughouding. Als je zit, zit je op die zitknobbels, dat zijn twee ballen. Op het moment dat je onderuit gezakt zit, zak maar eens even helemaal onderuit, zit je op de achterkant van die ballen. Ga je helemaal rechtop zitten, dus overdreven de andere kant op, zit je op de voorkant. Ga je dan precies in het midden zitten, dus in het midden van die zitknobbels, dan zit je met je onderrug recht. Buikspier niet overdreven aanspannen, gewoon licht aangespannen. Dan heb je de onderrug eigenlijk al goed gepositioneerd. Dan zie je ook dat het hoofd al ietsje meer naar voren komt. Wil je nog eens zakken? Zo, en als je nu alleen de rug corrigeert, ietsje terug, is het hoofd al meegekomen. Dan ga je de schouderbladen doen. Een heel klein beetje, want doe je te veel, gaat de rug weer hol worden. Zet hem weer terug. Zo mee de schouderbladen. Heel goed. En nu gaan we het hoofd met de oorlijn. En de schouders als die te ver naar voren staat. Zo moet het niet. En je schuift hem terug met de oren tussen de schouders. Niet zo. Oké.